Die agenda Muiden dames inzag, dat was in Rovin. En toen had Gertie nog van jaar voor gevraagd van Jobet, lijkt het je wat om agenda Muiden te genoemd. Nou, ik had toen beloofd om haar in, nog een jaar te doen, als sponsor op Rovin. Ik zei, nou, na dat jaar mag je het weer vragen. En dat heeft Gertie nog gedaan, gesprekken gehad in ieder geval. Werd ik uitgenodigd om daar een keer een wedstrijd te kijken. En ik herinner me toen dat ik toen gedacht heb, Sharon, oei, als dit maar goed gaat. Want jij ging die wedstrijd uit verschrikkelijk verschillend. Jij voette dat op Gerdinand en toen dacht ik echt bij mezelf van, hoe krijg ik die onder de duim? En als ik dan zie, vandaag is het samen een dekentje in de kast. Geweldig gedaan. Leuk gedaan. Bedankt voor het vertrouwen. Tweede. Ik heb misschien wel meer dan 120 wedstrijden gekost. Dat maakt ook niet zoveel uit. En dan staan er toch bij mij op de stippen. Drie common balls blijven. Ik ga beginnen met nummer 3. Dat was de thuiswedstrijd tegen Rauwveen. En toen was ik jarig. Maria maakte uit de vrije trap de 1-0. En vlak voor tijd mijn dochter de gelijkmaker. Dat vond ik een hele aparte wedstrijd op de coach. Was Richard net daar voor het eerst aan het werk. En dat deed je dochter dan de gelijkmaker. Uiteindelijk was 1-1. Dat was wel mooi uit. Het was een mooie wedstrijd. Ja, 1-1 was het. 2 vind ik toch de Nikkeboekershuis. Geweldig goed gespeeld. Natuurlijk kan iedereen nu zeggen van oké, maar die wedstrijd. Ja, en dat stip op 1, 0, 3, 8 tegen Stappers en 4. Was het altijd makkelijk? Nee. Het moeilijkste moment, dat heb jij goed aangevoeld, Jenny, was de keeperkeuze. Eerst, ik heb tegen jullie moeten zeggen van, nou, dat wordt het nog niet. In mijn ogen was je ook te vroeg begonnen. Een tweede keer, ja, toch gekozen voor jullie en dan leuk. Dan denk ik wel van, ik heb het goed gedaan, de keuze is goed geweest en jullie heeft geweldig een laatste seizoen gekiept. Ook in de nacompetitie heeft jullie heel goed gekiept. Ten slotte, ik ben één keer heel erg kwaad geweest op Gerdinand, en dat weten jullie niet, maar tijdens de vele confrontaties met Rauwveen in de Muiden, soms ging het ons goed, soms ging het fout, werd Gerdinand de vraag gesteld, Gerdinand, als Rauwveen tegen Geen de Muiden speelt, voor wie ben je dan? Toen zei Gerdinand, diep in mijn hart ben ik dan voor Geen de Muiden, en toen werd ik kwaad op hem. Maar nu snap ik hem, ik ook. Vorige week maandag in DOS ging Spot even wat verband. Veel dingen zat ze niet meer te zeggen, maar wel wist ze nog uit te leggen dat een Engels liedje over de camping ging. En dat Sineke over een luchtballon zit. Het liedje al een paar jaar gaat. Hoe ging dat alweer dan? Wat was het? Ik had Maria altijd blij voor gezelligheid, dus voor deze foto's nemen we even de tijd. Oké, wacht even. Ja. Ander aan de ja, ik dacht al even, maar liep nog niet. Maar jij dus
zin. Maria is heel groot, dus niet, zoals je ziet, maar toekijken vindt ze niet. Ze heeft ook veel jongens aandacht. Maar natuurlijk heeft ze gewoon helemaal kompies. Dat is ook de enige waar ik normaal als voorbereider of soldaat, maar jij stond altijd paraat. Voor mij vooral in de muur, maar dan in een andere muur. En voor de rest van het team zat je altijd vol vuur. Maria, we hebben met jou als aanvoerster mogen spelen en daar zijn we heel dankbaar voor, want we zijn een hele goede voetballer. Bewust en ook onbewust hebben we heel veel van je geleerd. We hopen je nog eens aan de kant te zien in de tweede klasse die we mede dankzij jou bereikt hebben. Maria, bedankt voor alles.